Daar gaan we weer. Het is in ieder geval lekker weer. Ja, het is wel lekker weer. Dus dan gaan we naar een of ander meer. Ja. Oké. Okay. Het is wel aardig warm, 24 graden. Kijken waar je heen wil. Je zit naar buiten te kijken. Gewoon kijken. Ga even zelf heen. Ja. Ja, vroeger ging je heel vaak door zulke soort bruggen, maar dat zie je toch niet zo heel veel meer. Ja, het zal nog wel ergens zijn hoor, maar... Ja. Een ding. Centro de Visio. Ja. Nationaal Parkhouse. Ook in PVP. Zo, staat er nog een hoop mensen. Ja, zo, dat is lekker dan druk. Aardig verkeer. Dat is wel jammer dat je er niet op mag.
Dat is namens sneeuw. Kijk, hier is de startbaan met Dodewaal, 1,2 kilometer. Jee! Hier gaan we naar beneden. In, in, in. Jij vindt ook niks leuk, hè? Cool. Filmen. Oh, dat is wel leuk, hè? Even kijken. Oh, dan kunnen we straks op de terug. Ja, ja. Kijk, school. Nou, ik heb hem gefilmd, hoor. Nou, geen vrachtwagens en zo mogen hier zo. Nee. Maar het loopt ook wel, hè, straks. Oh, zo, ja, te, zo meneer, ja. Als je bij dat, je kan nog een heel klein stukje door als je bij de stoelweer bent. Ja, oké. Okay. Je gaat een parkeerplaats, wandelen. Ja, oké. Dat is ook niet, hè. Je gaat hier alleen maar heen als je wil gaan wandelen. Ja, oké. Okay. Als je dat dan wel wil, nou ja. Maar niet, je gaat hier niet omdat je ergens heen moet. Nee. Dat heb je hier heel veel en ging dan netjes. Nou, redelijke snelheid ook. Nou, ging dat goed? Ja. Ja. Eigenlijk ben je, het is een schijn stapvoet, dus ging dat goed? Ja. Dat is, enigszins een snelheid, zeg maar. Dan sta je niet stil, zeg maar. Nee, dus dan, dat is goed. Ja, nou, serieus stel, ja. Maar dat is gewoon net een betere snelheid. Dan ga je wel iets naar buiten, dat is logisch. Dat is normaal, dat geeft ook niet. Je moet gewoon niet te langzaam. Oh, kijk, dat is mooi. Zo, ja, dat is wel heel mooi. Ik veel, ja, even staan. Nou, het is echt wel toeristisch, denk ik, hoor. Ja, ik bedoel dat er niet zoveel mensen in. Ja, oké. Okay. Nou, denk je er zomaar wel, hoor. Italië. Nee, er zit helemaal niks, joh.
kwijt. Zo, man, eentje. Mooi buiten toch? Zie je dat jij helemaal niet binnen bent geweest nou? Een mooi buiten. Ja. Remmen. Nee. Ik heb alleen maar mijn koppeling. Ja, dat moet je ook niet. Dat moet je ook niet. Ja, dat mag eigenlijk. Ja. Jawel. Ja, tuurlijk. Zo weinig bochten mag dat wel. Maar als je, dat is niet erg. Dat geeft niks. Dat mag gewoon hoor. En dan is het dus minder eng. Ja, tuurlijk. Nou, het is nog steeds heel eng. Ja. Dat nou gewoon even over die angst. Maar dan, want anders kom je natuurlijk ja. Te langzaam. En dan ja. Gaat helemaal niet. Ik heb één keer met hem aangegaan. Ja. Ja, maar dat geeft. Nee, ik ben wel eens één, denk ik. Ja, want anders kan je nooit zo makkelijk rijden, dus dat lijkt me zo. Nou, we zullen het straks weten, op een keer plaatsen. We zijn er namelijk. Oké. Okay. We gaan het terug ook proberen, dus gewoon... Ja, helemaal buiten, langs. Je ziet gewoon, je moet hem zo groot mogelijk maken. Dan ga je het je eigen niet moeilijk leggen maken. Nee. Want je moet ook niks afsnijden of dingen, shit. Nee. Gewoon op de duur afleren om je moet zo min mogelijk natuurlijk gewoon gebruiken natuurlijk. Dat is de clue. Zo, echt een water. Is dat je zwembad? Ja. Is het privé zwembad? Ja, privé zwembad. Plons, GoPro erin. Ja, plons, telefoon erin. Zo. Kijk, en daar ligt de sneeuw, want we zijn best wel hoog. Ja. Hier valt het naar beneden. En daar komt het naar beneden. Zo wat. Ja. Oh, moeten we even daar kijken, meneer? Valt in een gat. Kom man. Even filmen. Ja, dan moeten we die hebben.
Echt cool. Zo, we rijden echt gewoon recht tegen de sneeuw aan. Ja. Maar ik weet niet waar dat hotel moet zijn. Maar volgens mij rijden we nou gewoon heel de weg af. Ja. Ja, ik zie allemaal auto's, dus het is hier vlakbij. Oh, hier zijn we. Ja. Dan gaan we hier maar gewoon parkeren, toch? Oh, hier. Zullen we die nemen? Ja, ik wou het zeggen. Ik weet niet. Dat is wel leuk, dan kunnen we dan even koffie drinken of zo. Ijs, wat leuk. Je kan hier ook wildlife opzorgen. En hij zegt offen. Ja, de... En er staan ook heel veel auto's. Dus. Alleen heb ik koffie besteld. Tjee, kijk, die is gewoon normaal. Ja, dank je zeer. Kijk, die ziet er wel lekker uit. We hebben weer een taartje natuurlijk. Ik heb weer een taartje. Is dat niet normaal? Hausgemachte appelstroedel. Shit. Tunnelski. Als je een plekje ziet, zou je kunnen stoppen. Ja, dat... of, nee, maar gewoon op de weg stoppen, zeg maar, bedoelde ik dan. Want er komt nu geen bocht aan zo scherp. Dus je zou hem gewoon aan de kant kunnen zetten, zeg maar. Als je zou willen. Ja, dat rode paal. Ja. Jup, ze gaan al. We hebben er ook geen last van. Ja, toch? Ja. Maar je moet er ook gewoon maling aan hebben, hoor. Je ziet hoe langzaam die auto's rijden. Dus je moet gewoon helemaal nergens op letten, gewoon. Dat je in zo'n bocht eigenlijk altijd gewoon kan stoppen. Ja. Maar nou moet ik het zoeken. Ja, maar goed, plus minus naar het bord, hè. Rij dan. Nou, oh. Rechtdoor. Ja, goed. Ja, toppie. Zo. Ja, dat was netjes toch. Ben je net even met je koppeling kutten, hè? Nou, nee, dan hou je in ieder geval iets van... Ik hou mijn gas gewoon een soort van vast. Ja, ja. En dan gewoon ben ik aan het spelen met mijn koppeling en met mijn rem. Ja, dat is ook goed. En dan probeer ik ook nog de goede kant te leunen, dat lukt niet helemaal. Ja, maar ja. Nou, dat ging eigenlijk best wel heel goed. Nou, daarom. Daarom zeg ik, je moet voor jezelf een manier zien te vinden, gewoon. Dat ging eigenlijk ernstig
voor zulke dingen bestaan er niet echt goede dingen. Ja, bestaan natuurlijk wel, maar eigenlijk ook weer niet. Er bestaan wel hele slechte dingen, die bestaan wel. Ja. Want als je over zo'n de bocht te klein maken, is altijd slecht, hoe je het went of verkeerd. Het is gewoon niet goed. Ja. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon met mijn vorm. Ja, ja. En dat is iets gewichtiger natuurlijk, want dan moet je twee dingen tegelijkertijd met één hand. Ja, maar naar beneden ga je toch niet echt gas geven of doen, of in de regel. Dus het, in de regel hebben we daar geen last van. Nee, maar dan een soort van met slippende... Ja, ja. Of zo, ja, ik weet het. De koppeling, want ik probeer er van de koppeling af te blijven. Ja, ja. Om niet in te knijpen voor de bocht, want dat is wat het zo eng maakt. Ja, moet je niet doen. Want ik bedacht later, dan heb je geen aandrijving meer natuurlijk. Nee. En dan ga je als een vrije vorm naar beneden. Ja. Ja, dat is gek dat dat eng is. Dan voel je hem niet meer trekken, hè, die motor. Nee. Dan gaat hij niet meer afremmen op de motor eigenlijk. Nee. Dus dat moet je ook niet willen. Gewoon eigenlijk laten uit zijn eigen laten lopen eigenlijk. Je doet eigenlijk alleen maar een beetje hier en daar een beetje bijremmen. Voor de rest doe je niks. Nou, dat ging... Die man is bang dat zijn huisje er vandoor gaat. Ja, dat vind ik niet zo raar met dat houtconstructie, Jone. Oh, ik zit alweer een kwartier te verder, maar geloof ik. Kom, Lama. 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 Lama, klaar. Hier zijn hier een schoonkolaar. Echt een mooi gezicht. En 500 miljoen appels. Helemaal appelig van hier dat gebied. God, ze hebben nog wel iets te plukken hier zo. Jongen, jongen. Hij gaat er gauw vandoor. Zie je, ik zie hem rijden. De appel plukken. Hij denkt zo, dat is een werk, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet aan beginnen. Dat moet volgens mij allemaal met dat. Ja. Nee, dat lijkt me ook niet, nee. Nee, Piet de Post tegen. Ja. Nou, dat denk ik wel hoor. Een hele grote poes. Yeah.
Ja, dat is de tijd van het van nu, hè. Dat is het probleem natuurlijk gewoon. Ja, we rijden echt naar dat ding toe, Marleen. Naar dat witte gebouw, zeg maar. Daar rijden we nu plus minus één. Maar je moet natuurlijk heel veel, ja, nog dit doen natuurlijk. Want anders kon je er niet komen natuurlijk. Je kan er moeilijk rechtstreeks heen rijden. Dat gaat natuurlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar ik wilde naar dat ding in het dal. Dat bruine ding. Oh, ik dacht dat je dat witte ding bedoelde. Dat witte ding vond ik ook wel leuk, want ik dacht, ja, dat ligt boven het berg. Ja. Naar dat fort. Ja, maar daar had je waar al die mensen stopten, daar zo had je moeten gaan staan. Ja, dat is echt wel. Even remmen, kom de auto nou. Heel lichtjes, ja. Dank je, en daarna kan je naar je... naar je vierbolbaan. Ja, en netjes toch? Ja, mooie snelheid toch? Ja. Dat is geen stapvoets in ieder geval. Want anders had ik al lang moeten remmen nou, dus... En het waren er maar twee, dus dat scheelt. Ik vind het echt ontmoedigend als er staat 88. Ja. Oh, hier kunnen we gewoon gelijk parkeren, hier zo, zie je. Dan denk dat dat een beter idee is, zeg maar. 2 minuten is het lopen hier vandaan. Maar ging wel goed. Ja, hij doet makkelijk, maar dat mak je toch? Ja, dat ging echt bezig. Heel goed. Ja. Dan komt dat je gewoon gaat kijken waar je heen wil en niet waar je niet heen wil, zeg maar. Ja, dan gaat het natuurlijk al gauw. Nee, ik heb ook weer de neiging om dan naar beneden te zo. Weet je, maar dat. Ja, dat geen zin. Nee, dan gaat het juist fout natuurlijk. Want dan ben je iets heel anders aan het doen dan dat je moet doen. Ja. Misschien moet je hem even beter parkeren. Wat parkeert er dan? Oh, niks. Nee, volgens mij niet. Het staat volgens mij beter dan de mijne. De mijne staat eigenlijk maar een beetje... Zo staat hij eigenlijk beter zoals jij hem hebt. Ja, hij staat nu naar het dal toe. Ja. Dat is met mijn korte ding wel beter. Ja. Ja, waarom zouden we die ene nog beter gaan lopen? Nou, misschien mag je nog ineens naar boven. Weet ik niet. 2 minuten lopen, nou dat kunnen we wel. Nou, niet voor ons, hè. Er niet in. We gaan alleen naar buiten wat foto's maken. Nee, ik wilde eigenlijk, nou ja, misschien op het terug gaan komen we nog langs dat ding. Maar dit is ook wel mooi. Ja, maar dan moest je ook verwandelen hoor. Dit heet de Mariaberg. Benedicte nog iets. Dus wat we gaan doen, we gaan even mijn tasje. Hè? Ja. Nog windje ook hier. Ja. Oh. Ga maar weg. Vlakbij. Net de deur dan. Ja. Zo, dat is mooi. Oh, water. Ja. Daar gaan we. Leuk hoor, wandelen. Tjoo. 200 meter omhoog is zelfs gewoon nog ver. Ja. Oh man. We zijn niet zo fik om in de bergen te wandelen. Ja, dat is raar, want jij ziet er echt uit als een berggeit. Volgende keer neem ik een ezeltje mee. Dat ben je eigenlijk ook, maar daar kan ik niet op gaan zitten op jou. Wat even verder. Oh. Kan ik even een lopper nemen? Nou, dat is hetzelfde. Ja. Zo, mooi hè? Mooi. Ik ben benieuwd. Nieuw. Hé, van die dingen heb ik ook nog een paar van nodig. Ja. Nou, we kunnen best maar van die
Van die Engeltjes gebruiken? Ja. Nou, mooi. Kijk, dezelfde mal als die ik heb, zie je? Waar ga ik mijn dingen van maken? Lekker, lekker. Dat is wel leuk als ik iets voor de juf uit een klooster meeneem. Oh. Zou ze dat leuk vinden? Nou, dat denk ik wel. Klooster, ze gaat altijd door die dingen, toch? Ja. Dat is echt wel leuk vinden. Nou, hoe ja. Nou, we gaan eerst even kijken. Eens kijken wat voor mooie hier hebben. Zo dan. Nee. Het is gewoon helemaal nieuw. Ja. Ik ga er wat op een beetje van. Daar willen we niet mee weggebracht worden. Nee, liever niet. Dat betekent dat je er niet meer bent. Nee. Wel mooi, maar ik zie er toch niks in. Een hele oude kerk of iets, klooster. Er is een splinterneel neergezet. Ja. Het is denk ik ook wel een oud gebouw. Ze hebben er gewoon iets nieuws boven opgezet, zie je? Ja, dat dak is gewoon, lijkt wel gewoon oud. Ja. Ja, gewoon oud gemaakt. Zo druk. Ja. Maar daar hebben we vandaag op de tent, hè? Een hele drukke plekken. Maar we weten dat je één omhoog blaren. Ja, ja, dat zeg ik. Van Nou, ging het mooi. Maar kan hij en mij, maar moet ik even wachten, dan is het goed. Ja, net mazzel. Anders had je hier moeten gaan staan waar ik stond. Dat was niet zo'n heel best plekje geweest. Ja. Oh, waar ben je gebleven? Oh, daar. Waar ben je? Fietspad? Ja, dat is het ook. Oh, mogen we hier weer rijden dan? Ja. Ah. Maar het is ook een fietspad. Ah, zo. Oh. Ja, gewoon maar recht gewoon stil gaan staan. Je kan niet meer opzij. Ja, gaat toch, ja. Ik kom weer wat anders in. Ja. Oh, ja. Was dat? Ja, ik kan daar het gras in, hè, en dan kan jij er voorbij. Het is een tractortje, dus als jij gewoon netjes blijft staan, dan gaat hij er wel voorbij. Zie je? Dat is wat ik bedoelde. Nou,
Want volgens mij ook, lijkt me het echt een fietspad gewoon in plaats van een, dat je met de motor mag rijden. Maar. Nou, het stond er wel dat het mocht. Oké. En de Google zegt ook niet dat het niet mag. Ja. Nee, dat is zo. Oh nee, anders kun je ook geen bordjes 30 tegenkomen, dat je 30 moet rijden, want dan is ook zo. Ja, daarom hebben ze hier die stukjes gras. Dus als je naar iets aan ziet komen, dan moet je kijken dat je zo'n stukje met dat gras ziet, zie je? Ja. Want kijk, een auto of wat dan ook, die kan gewoon een stukje dat gras zien. Moet je alleen jij zelf natuurlijk niet doen, maar... Met welke film, hè? Ja. Ik heb er niet de hele weg filmen, joh. Nee, maar als het is. Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat was het? Wat loop ook ietsje steiler al daar. Dus. Dit is namelijk dat fietspad. Ja, ja. Waar hun. Ja. Ja. Je hebt ook nog wat een pietje. Ja. Ah, handig. Nog wel, ja. Dit nog wel even, ja. En hij sluit nou voor mij de hele weg af. Wat ben je nou? Ja, hij sluit de weg af. Zo'n geitenwolle flapdol die gewoon vertikt natuurlijk om opzij te gaan natuurlijk, hè. Maar je mag hier niet rijden, weet je, zo heen. Ik sta even stil. Ja, ga maar. Dit is natuurlijk gewoon zo'n elektrische autolover. Ja, daar vertikt het gewoon om opzij te gaan. Ik denk, nou, zoek het maar uit. Ik geef je zo een kopstoot met mijn zijkoffer. Ja. Ja, dus, maar dat is niet van hem alleen. Ja, maar dan vinden die gatenwolle sokkenfiguren niet. Bruggetje, boe. Die heeft nog iets werk. Is nog erger dan mijn huis. Die mogen gaan vissen. Ja, gaan. Verder mochten we niet. Ja, misschien wel wat ingestort of wat dan ook natuurlijk. Dat weet je natuurlijk niet. Jammer. Ja.